Joet wie in Weensum het Friese kampioenschap vierleppen. De hichtepunten op Rieren. Dit is de leadster bij de Vrouwlie, Marit van der Waal. Springt met een lange polstok bij de Vrouwlie, 11 hele meter. En zij zetten dan ik nog eens een lange top op. Van alles bij mekaar op dit stuit 24 centimeter. Lekker wat zoekwoordig. Ja. Nou, zit erom. Krijgt verder of ongeveer de link. Ja, super blij. Ik heb dit aan horen. Het einde WM heb ik al wel net woon. Vorig jaar heb ik net één kampioenschap woon. Terwijl ik toch flink onder leiding ben met mijn leiderstrui. En toch eigenlijk best een soort wedstrijd woon. Dus ik ben toch wel blij dat ik nou wel die leidende positie wil herkennen op het FK. De grote favoriet en dan met de titel voortgeer. Ja, dat is hartstikke mooi. Jan tegen de Nauta. Ja, ik die wil graag en die had hem nog beter staan. Hè. Die had dus toch een stuk beter staan. Hè. Pakt hij dan de leading? Oh, ja, maar roemersievers, hè. Jan tegen de Nauta heeft weer even zien dat er nog zeker mee docht. Waanzinnig slecht sprong en het hele seizoen eigenlijk net goed. Alleen, ja, ik kan waanzinnig niet uit, maar erin en het woon net. En dus ik zou toen zien trainen. Nou hebben we een hoek getraind, maar toen begon het eraan. Dus ja, nou ja, nog tevreden natuurlijk. Tevreden om werpen baat met mijn broer en nog een maat. En ja, aanloop ik goed, dus ik heb helemaal goed gevoel hinnen. Dus je komt uit, je hebt een insprong en je ja, begint een voet met een mooi centimeter. Je houdt vertrouwen en ja, dan kan je uitbouwen. Het is nu Kipers twaalf wedstrijden te pakken. Zijn beste seizoenprestatie laten we 12 meter 8 zon. Honneke Alema, zijn eerste FK-sprong. Zit voort lekker in de stokje, hè? Zit er voort lekker in. Kijk, dat is een rot haar en de gitter! De gitter! Jongen! Oh, is dit een begin, hè? Onderhaast! Nou, de eerste finalist is bekend. Goh, dit is klasse, hè? Piekevel, werkelijk weer. Ja, dat was de nemen. Nog niet vertoond. Het FK wordt hier binnen mij een 21 meter sprong. Absolute sporthistorie. Ja, het is een droomstart. Ja, dat is zo. Ja, natuurlijk, er winnen wat dingen te verbeteren en er kwam iets te heel goed. Maar ja, zo'n start en dan heb je zo'n ontlading. Maar ja, dan best wel de focus wat kwijt voor die volgende sprongen. En ja, dat heb ik wat moeite, maar ik moet toch weer echt, ja, wist of, kerst nog verder en dan ben ik meestal niet door hen kennen en dat wist. En maar verder, ja, super man. Zo'n sprong, zo'n FK, ja, je droom je van.